U gaat beginnen met de behandeling en bereikt een spannende fase aan. We starten met een intakeafspraak bij de arts en de verpleegkundige. Indien u een partner heeft, komt u samen en anders is het prettig om iemand mee te vragen. De arts informeert nogmaals naar uw medische voorgeschiedenis en u heeft de mogelijkheid om vragen te stellen. Uw persoonlijke hormoonschema wordt met u doorgenomen. Verder wordt besproken of u kunt deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek. Tijdens de intake wordt een vaginale echo gemaakt om de uitgangssituatie te beoordelen. Van tevoren is bloed geprikt voor de wettelijke screening op een aantal ziektes, zoals bijvoorbeeld HIV, hepatitis en lues, en soms nog een extra bloedtest om de dosering van uw medicijn te bepalen. Van de verpleegkundige krijgt u prikinstructies voor de medicijnen, omdat u zelf of iemand in uw omgeving de injecties moet inspuiten in uw buik of bovenbeen. U moet de medicijnen ophalen in de apotheek van het Erasmus Medisch Centrum. Let zelf goed op dat u altijd voldoende medicijnen heeft tot aan de volgende afspraak. En hou er rekening mee dat de apotheek in het weekend en tijdens feestdagen gesloten is. Denk eraan dat u foliumzuur blijft gebruiken of gaat gebruiken. U rookt niet en u drinkt geen alcohol. Tijdens de stimulatiefase gebruiken we twee soorten hormonen. FSH stimuleert de eierstok tot het laten groeien van meerdere eiblaadjes, ook wel follikels genoemd. Het andere medicijn zorgt ervoor dat deze follikels niet te vroeg vanzelf al springen. Het houdt dus de eigen eisprong tegen. Elke patiënt heeft haar unieke hormoonschema. Het stimuleren van de eierstokken duurt meestal 1 tot 2 weken. Gedurende deze fase komt u enkele keren voor een kort echoscopisch onderzoek, waarbij wordt gekeken wat de voortgang is van de groei van de follikels. Gemiddeld moet u hiervoor 3 keer komen. Op het moment dat de follikels groot genoeg zijn, spreekt de arts af wanneer u het derde hormoon moet prikken. Dit is een eenmalige injectie waarbij de datum en exacte tijdstip van groot belang is. Dit derde hormoon zorgt voor een laatste rijping van de eicellen. Het tijdstip van de punctie krijgt u dan ook te horen. Het kan zijn dat de eierstok niet goed reageert op de toegediende hormonen. Als de eierstok veel te weinig follikels laat groeien, zal de stimulatie worden gestopt. Daarna wordt besproken of een volgende poging nog mogelijk is. Dan zal het schema worden aangepast. Het kan ook zijn dat de eierstok veel te veel follikels laat groeien en er een risico ontstaat op het zogenoemde ovarieel hyperstimulatiesyndroom, OHSS. U kunt hier behoorlijk ziek van worden. Extra controles in het ziekenhuis zijn soms nodig. OHSS kan ernstiger verlopen als u direct zwanger wordt. Daarom worden soms na een punctie alle geschikte embryo's ingevroren. Deze worden dan in een latere cyclus bij u teruggeplaatst, zodat u eerst kunt herstellen. In sommige situaties wordt de stimulatie afgebroken als er te veel follikels groeien. Er zal op een later moment een nieuwe stimulatie met een lagere hoeveelheid hormonen worden gestart. Tijdens de stimulatie kunt u een aantal verschijnselen opmerken. Roodheid en irritatie bij de prikplekken, gespannen borsten, hoofdpijn, toename van vaginale afscheiding, vol gevoel, zeurende buikpijn. Heeft u andere klachten of veel last van de bijwerkingen, neemt u dan contact op met het voortplantingscentrum.